Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, allemaal, welkom bij deze eerste walkthrough van het spel Lifeless Planet, een 3D action adventure game. Ik ga hier proberen een serie van te maken, bestaande uit diverse afleveringen uiteraard, waarin ik dan probeer het spel volledig uit te spelen. Het kan zijn dat ik af en toe stilval, maar dat is puur en alleen omdat ik of gefocust ben, of gewoon enorm geschrokken. Vergeef mij hiervoor. Ik zou zeggen, geniet ervan. Oh. Gaan we eens kijken. Oxygen leak. Moet hij daar iets verder op? Hou vol, poppetje. Hou vol, je bent er bijna. Ach, Suze, ze blijven hier wel. Jee, we hebben het gered. Het kan zijn dat jullie af en toe dit ding naar voren zien komen. Mijn logapparaatje in het spel. Vergeef mijn crappy Engels. Ik probeer het zo snel mogelijk door te lezen. En dat is niet altijd even netjes of even duidelijk. Mist is een robotic arm. Ja, dat weet ik dat ik die dus mis. Maar dat komt omdat ik dit spel al een keer eerder heb gespeeld en enorm heb gefaald. Omdat ik die robotic arm dus niet had gevonden. Maar goed, we gaan gewoon verder. En uiteindelijk vind ik dit keer de robotic arm wel. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. Yeah. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth. Valt allemaal nog wel mee. At least my jetpack works. Well, mostly.
That is foggy, something. Room. Oh. Oh, shizzle. Hey! Okay, de besturing is in ieder geval niet best. Signs of life on this planet. Meantime, I still can't understand. Doe het weer. Ingelukt. I need to get up there somehow. Zoals je dus hoort staat de in-game muziek echt enorm luid. En ik heb van alles geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet om dat goed te veranderen. Daardoor ben ik ook af en toe heel zacht te horen. Ik kan daar weinig aan veranderen helaas. Maar ja, ik hoop dat je er doorheen kijkt. Doorheen prikt. Je hoort me in ieder geval zingen dan. Niet dat je daar naar zo vrolijk van wacht, maar goed. En bij deze zeg ik welkom en geluid op de achtergrond, waardoor mijn haren recht overeind op mijn arm staan. Oh, verschrikkelijk zeg. Brrr. Weet ik niet, ik heb het wel onder mijn arm. Brrr. Ja, dat had ik toch al gezegd. Moet ik niet nog een keer zeggen. Sst. Voice-overs ook van tegenwoordig weten het altijd beter. Hoe jaag ik het ongedierte weg uit het water? Een nieuw minigame in Lifeless Planet. Lichtelijk eng. En bed. Ik
dit is het einde van aflevering 1. Bedankt voor het kijken. Het was misschien niet de meest enerverende aflevering, maar dat komt nog wel in de volgende aflevering. Bij deze wil ik je toch bedanken voor het kijken. En zeker tot de volgende keer.